Hele goede dag dames en heren en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is nu op dit moment 6:15 uur. We zijn even opgestaan om wat leuke foto's te maken. Trouwens, het is 7:15 uur. Om leuke foto's te maken van deze schommeldaag. En ja, wij zijn de enige drie die eigenlijk foto's willen maken. Want wij zijn gisteren wel gaan zwemmen en de rest niet. Dus wij doen eigenlijk alles wel en zij hebben alleen het zwemmen overgeslagen. Nou, dit gaan we even doen. En ondertussen kun je even kijken naar waar ik gisteravond achter kwam. Ik dacht bij mezelf, waar zijn mijn handdoeken nou weer? Maar die liggen natuurlijk hier. En het is eigenlijk bijna zonde om dit weg te halen. Maar ja, ik moet helaas morgen wel douchen, dus ik heb sowieso één handdoek nodig. Ik leg alvast op mijn tas neer. Die andere, ja, die ga ik nooit gebruiken. Oh, er is zelfs nog een handdoek. Oké. Waarschijnlijk zullen jullie morgen gaan afvragen, omdat we naar een waterval toe gaan. Wat heb jij daar nou in godsnaam gedaan? Nou, even aanspannen. Oh. Oké, en nou ontspannen. Oké. Wat ik ga zeggen nu is dat ik hier een wond heb. En die zie je zitten. En dat is een pittig goede wond ook. En die komt omdat ik dacht bij mezelf, laat ik Selina gaan schrikken. Nou, helaas jongens. Ik liet haar schrikken. Keigoed, dat heb je gezien in de vlog van gisteren. Maar wat er vooraf ging, heb je waarschijnlijk niet gezien. En daar gebeurde dit. Ik heb mijn leidersokjes aangetrokken vandaag. En we gaan eens even kijken waar het ontbijt is. Als het goed is, is dat hier ergens. Ik heb geen idee. Maar ik zou zeggen, kijk even naar de foto's die we hebben gemaakt. Echt super tof geworden. Maar nu is het tijd om te ontbijten. Nou, zoals elke dag is het ontbijtje bijna hetzelfde. Alleen hebben ze hier wel een cinnamon roll. En dit is zo lekker. Dus we gaan even lekker eten. Met uitzicht. Oh, daar gaat Selina echt precies met de borst ervoor staan. Heel raar dit. Ja, dat is inderdaad nog steeds uitzicht. Good morning. Op de veger. En het zwembad. Nou, het moment is nu daar aangekomen dat ik dan eindelijk wel mijn kamer ga opruimen. Mijn tas in ga pakken en alles ga pakken. En dat is dan ook meteen de ene laatste keer dat ik dat mag gaan doen. Alleen vanavond is dan de laatste keer dat ik mijn koffer openmaak. Maar wat er ook is dat ik nu dat kan gaan doen. De rest heeft nu dus inspectie. En dat houdt in dat ze alle kamers, in ieder geval alle kamers hier in dit hotel zijn, in dit resort zijn, gaan checken. Dus wat er allemaal is. Er zijn dan een luxury rooms en een standaardkamers, et cetera. Het zwembad, fitness, et cetera. En daar hoef ik natuurlijk niet bij te zijn. Dat scheelt dan weer. Dus kan ik mooi eventjes mijn tas inpakken en alles even pakken op mijn gemakje. In plaats van dat ik heel veel moest opstaan om dat extra te gaan doen. En zo kan ik ook lekker gisteravond nog even extra editen. Ja, nou ja, al en al. Please do not disturb. Kamertje open, pas je erin, licht gaat aan, opruimen geblazen. En zo is het allemaal gewoon helemaal opgeruimd. Allemaal netjes, alles weg. Alles is meegenomen wat van mij is. Dus die koffer gaat mee, deze tas gaat mee. Want, als je mij kan zien, wij gaan nu naar een waterval toe. Ziek veel zin in. Wat een lieve hond, wat een lieve hond. Hallo? Ja, je piemel eruit. Ja, je piemel eruit. Dus je piemel er nou uit. Je blijft. Dat is heel raar om te zeggen. Ja, maar ja, dat zijn zij. Super lief, super lief. Ja, we zijn aangekomen trouwens jongens. De bus staat nu hier. We moeten die kant op zo voor de watervallen. En er zijn dus 3 niveaus. Of ja, er zijn 7 niveaus, maar daar gaan we niet naartoe. We gaan de eerste 3 niveaus pakken, want we hebben niet zo heel veel zin om te lopen. We willen lekker zwemmen. En ja, het is eigenlijk gewoon weer een waterval. Dus deze blijkt me nog een stukje mooier. Ze hebben hier namelijk natuurlijke glijbaan. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit zien. Ik heb vroeger heel vaak canyoning gedaan. En voor de mensen die niet weten wat het is. Het heeft eigenlijk te maken met, je gaat dan een berg op in Frankrijk of in Italië of Spanje. Heb je een reddingsvestje aan, een wetsuit aan. En dan ga je ook hiken en lopen en abseilen en dat soort dingen. Maar ook door watervallen en de natuurlijke glijbanen heen en zwemmen in van die koude wateren. En ik denk dat we misschien ook nu wel gaan doen. In de zin van zo'n natuurlijke glijbaan. En daar ben ik kapot, want we lopen heel te omhoog. Oh, kijk dan. Hoe leuk is dit. Zometeen gaan we trouwens lunchen. En oh, kijk dan hoe leuk. We hebben ook varkens gehad. Hallo. Is dat serieus of was dat gewoon een familielid? Ja, ook. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Alles goed? Hi. Hebben ze varkenspest? Maar heel eerlijk, ik denk dat de rest allemaal kan lopen, maar die middelste die kan niet meer lopen. Of die gaat bevallen zo. Dat kan ook. Ik dacht dat je ging. Ik zat zo, ja. Ik hoor dat ook, denk ik. Heel was hij aan het water bezig, alleen dat hij in het plassen was. Maar hebt hij dus 7 niveaus. En we gaan dus waarschijnlijk naar niveau 4. Want niveau 4 kun je dus hier vanaf glijden. En hier vanaf glijden. En hier kun je dus van deze rokken afspringen. Ik ben benieuwd of het ook echt zo uitziet op deze manier. Maar überhaupt jongens, het wordt denk ik wel heel erg leuk. En welke is dan ook leuk? Jongens, we zijn op niveau 3 aangekomen. En het is zo mooi. Dit water is zo mooi. Het water is mooi. Daar is die rots waar ik het over had, waar je vanaf kan springen. En het kan dus ook wat daadwerkelijk. Er zitten nog steeds mega veel vissen. En ik ben benieuwd hoe koud het is. Als het net zo koel is als voorheen, dan was het echt prima. Maar we gaan eens even de GoPro erbij pakken. Een zwemboekje aan. En het water in. Daar gaan we, Jet. Je kunt gewoon staan hier joh. Oh jongens, dit is heerlijk. Wat lekker, kijk hier een visje. Kijk. Allemaal vissen hier zo. En dan duw jij mij eraf hè. Oh, lekker zeg. Oh, die visjes hier, die stemmen, die gaan dus allemaal aan je dingetjes knabbelen. Heel lekker. Dat was hem weer. Ik liet net ook even de camera vallen voor de zoveelste keer. Echt, ik ben zo'n sukkel hierin, jongen. Echt niet normaal. Op de stenen ook nog eens. Hé, hey, een hond. Oké. Okay. Dus moet ik meelopen? Oh, blijkbaar. We hebben echt heerlijk gezwommen. Echt heerlijk gezwommen. Hele mooie foto's gemaakt, filmpjes gemaakt weer. Dus dat komt er helemaal goed. En nu gaan we door naar beneden. En dan gaan we daar eventjes lekker lunchen. Ik heb trouwens ook een Snickers gekocht voor mezelf. Om ervoor te zorgen dat ik gewoon altijd, als ik honger heb, of zin heb in eten, eventjes kan eten. We zitten in een lokaal restaurantje. Of ja, of de restaurantje benoemen weet ik ook niet. Maar, zo, dat was een goede timing trouwens. Maar, even eten. Dit moet op voordat we het volgende eten krijgen. We hebben heerlijke shakes. Ja, denk ik. Lunch zit erop en nu onderweg 4 uur rijden richting Bangkok. We gaan deze avond nog wel hele leuke dingen doen. Zoals op zoek naar een McDonald's. En nog hele leuke dingen bezoeken. Mede doordat ik had gezegd dat ik dat wel leuk zou vinden. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar ja, nu even 4 uur rijden. Heel veel zin in. Na ongeveer 4 uur zijn we aangekomen in ons hotel. Zo, en hier staat een auto. What the fuck. Holy shit, die is dik. Dat is echt niet normaal. Het is helemaal beslagen. Kijk deze auto. En het beeld gaat weer beslaan trouwens, want het is heel benauwd buiten. Wauw, deze is zo ontzettend dik. Deze grill ook. Die velg alleen al joh. Holy shit. De tuk-tuks staan buiten al te wachten op ons. We gaan even naar de kamer even opfrissen, even onszelf klaarmaken. En dan gaan we die stad even doen. Even het pasje pakken. We zijn aangekomen in de kamer. En ik moet echt zo nodig... Oh, dat zit in mijn broek. Nee, gelukkig zit niet in mijn broek, maar zo klonk het wel. Ik zit nu in een nieuwe kamer weer. Een hele gekke kamer ook meteen, de indeling. Want hier heb ik een tafel, dat is wel heel chill. Kan ik vanavond gewoon ideaal aan editen. Kan ik een beetje naar mijn kamer kijken. Maar ja, even snel omkleden, opfrissen en dan naar beneden. Jongens, ja, gek. Dit is ook gek. Dus, goed verhaal lekker kort. Ik ben te veel afgeleid. Ik zie jullie zo. Nou, gelukkig jongens is het heerlijk weer om in de tuk-tuk te zitten. Helaas kunnen we niet de echte Nederlander uit gaan hangen hier. Want bijna daar werk niet in Bangkok. Gloeiende, gloeiende. Maar ja, heel eerlijk, we kunnen ook gewoon naar buiten kijken om te zien of het regent. Ja, dit is pittig veel. We gaan nu eventjes verder rijden, want we gaan naar een markt, toch? Markt, lokaal leven, Skytrain. Oh ja, ja, Skytrain. We gaan naar binnen. Ja, we gaan naar binnen, ja. Lijkt me verstandig. Goed idee, heel goed idee. Zo, en die rivier hier, ik weet niet of je dat kan zien. Die kolkt helemaal, man. Die kolkt helemaal. Kijk dan hier, die gaat gewoon een keer, het waait hard. Beste day ooit. Zo, beter. Dit is wel een heel mooi, veel mooier stukje dan... Kijk, het is aan de overkant. Mackie! Oh, maar daar mogen we helaas niet naartoe, want we moeten opschieten en het gaat eens keihard regenen. Dus we gaan er meteen vandoor. Ik ben blij dat deze camera gewoon een beetje tegen regen kan. Dat is altijd wel fijn. Maar jongens, dit is gewoon een heel mooi stuk dit. Science City Center. En this road, from this road is the beginning of the Superbit Road. Die poncho hebben we ongeveer voor zeker 5 minuten aangehad. Helemaal top dat ze niet even eerder had gezegd dat je hem aandeed en zei nee, is niet nodig. Precies, dat. En dat is een one-time use poncho, dus helemaal top. Nou jongens, we zijn in de mall aangekomen hier. De Siam Discovery Mall. En ja, we gaan nu gewoon hier doorheen lopen en hopen dat we dus nog een McDonald's tegenkomen. Ah, zo, jezus. Waarom zijn jullie allemaal zo blij om Mac te zien? You have to do this too. Yeah. Jongens, het is gelukt, het is gelukt, het is gelukt. We zijn bij de Mac aangekomen. Lekker, en ik heb... Oh, sorry. En ik heb een spicy chicken nog iets gehaald. Voor alle mensen die waarschijnlijk afvragen, wat kun je in Thailand eten bij de Mac? Maar ja, ik vroeg me wel af trouwens, misschien vragen jullie me niet af, maar kijk dan hier. Helemaal top. En een fotootje, ja, we zullen een fotootje laten zien. Oh, kijk dan. Heb je heel veel kip? Dit ziet er helemaal top uit. Heerlijk. Oh. Zo lekker. Dit is mijn hoogtepunt. 100%. Hij is zo lekker. Oh, echt heel lekker. Nou. Erg is, nu kan ik de hele wereld aan. Zullen we nog een weekje Thailand doen? Is hij lekker? Ja? Ja, hè? Ja. Dit is ook wel iets wat je heel veel zin in hebt. Oh ja. Nou, nu gaan we weer door. Maar het is eigenlijk dus een combinatie van een Mac Wrap. Een chicken wrap, weet je wel, die kennen jullie wel. Met die saus. Maar dan is de kip ook nog eens pittig. Dus, hey. Goed review bij de Mac. En zelfs hier in het centrum van Bangkok zijn ze bezig met een ceremonie bij een hele kleine shrine. Dus je ziet dus echt gewoon allemaal marigolds, zo noemen die, zo heet die bloemetjes, die oranje. We zijn hier gewoon bezig met een dansshow op te voeren. Super gaaf. Echt heel erg vet. Echt heel tof. En ja, jongens, kijk maar gewoon. Midden in de stad. Super druk overal. En hier alle mensen die aan het bidden zijn, soort van. Lekker. Ja, dit is de ultieme experience. Met de trein in Bangkok. Kijk hoe druk het is. Oh nee, we gaan er wel in hoor. We gaan er wel in, hop, 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 hop. Dit moet allemaal passen. Lukt wel. En daar staat nog iemand, Jet. Hey, leuk dat je er ook bent. Heel mensen. Jee, dat is druk. Oh, daar is ook nog iemand. Hey. Als hier staan ook nog mensen. Oh ja. Eindelijk eruit. Wat een bende joh. Oh my god. Maar, het is gelukt. Hey, chip chip. Yeah. Chip chip. Chip chip chip. Wow, zo jongens. Ja, daar zijn we dan hè, met z'n allen. Weer opgepropt in een klein hokje. 45 verdieping. Rooftop bar. Oké, we zijn nu dus op de rooftop bar. En kijk dan, dit uitzicht. Ik ga het zo meteen nog beter laten zien. Maar dit is echt zo vet. Het is zo'n ontzettend bizar uitzicht. Moet je even kijken naar de andere kant. Je staat hier gewoon aan de rand. We gaan nog 1 stapje hoger zo meteen. Waar ik nog even ga filmen. Maar zo ontzettend bizar. Niet normaal. Of nee, toch niet? Jongens, eventjes bellen met Tom. Superleuk. Eventjes, we zijn hier nou in het hotel en... oh, ik heb het... Wacht even, zo. Zo, auto aan. Zo zie je jou beter. Ja, hey, dat is beter. We zijn nu in het hotel en we gaan even verder bellen. We zijn bijna op onze plek van bestemming voor het eten. En dit is toch een bizar mooi metro tramding. Wauw, echt vet mooi. Ja. Oh, ik weet niet of je dat hoorde, maar dit is dus de metro, het metrostation, als je dus naar de Royal Palace toe wil gaan. Dit is heel slim, je ziet dus deze als het ware dan gebruikt. En dat is dus helemaal zo eruit laat zien. Oh, wauw. Daar zijn we dan, op de plek van bestemming. En het is nog mooier dan gedacht. Wauw. We gaan hiernaast zitten. 40 minuten te wachten. Sta ik met 10 minuten zo. Laat ik er achter afschoten. Ja, we hadden de bus en we waren even kwart van. When you feel the world is over. When you say you're feeling lonely. Ons busje gaat er vandoor. En wij gaan nog eventjes de stad in. Jazeker. Want... voor ons is het nog niet tijd om naar huis te gaan. We willen nog even gaan kijken of we nog leuke souvenirs kunnen scoren. En misschien nog eventjes wat pingpong. Toch? Pingpong. Ja, tabletennis. Ja, tabletennis. Ja, ja, tabletennis. Dit moet je doen. Nee, ik doe het echt niet. Nee? Springkaart is niet zo vies. Wie doet er mee? Maar je mag geen foto maken. Nee, dat doe ik niet. Ah, zullen we dat doen? Doe er meer en dan mogen we nog even nadenken. Mag. Wie doet er mee? Nee. Nee? Het smaakt helemaal niks, puur proteïne en eiwitten. Maar waar ga jij wat aan? Wat zijn de keuzes dan? Alles. Burger? Alles, kiezen. Wat je trouwens zien nu jongens, heb ik net in beeld gebracht, maar dat mogen dus in films daar niet bij. Maar het is gewoon larven, springkanen. Maar dit zijn kiekenbillen. Nee, ik koop geen meel bij. Nee, doe maar twee. How much? Of we doen een kikker. Maar wil je dat twee verschillende dingen doen? Nee, dat doe ik niet. Nee, dus gewoon een springkaan. Wat moeten we ervoor, how much? How much? 20? 20. Oké. Heb je 20? Vast. Oké, ik ga even kijken. Dan gaan we. Wacht. Zo ja, wow, er zit allemaal zout op joh. Ja. Proost nou maar hè. Dit kan ik wel omwisselen, want ik kan het ook. Holy moly, open hem! Ja, maak maar open. Vind je het lekker? Ja, je ziet het best wel lekker, maar het is gewoon zout heeft er overheen gegooid. Oh, dat pootje blijft dan maar. Stoer hoor! Bas, dat is wel stoer. Heel stoer. Applausje jongens. Heel knap. Lekker hoor. Het is gewoon gelukt. Top. Chill, thanks. Gaan, hè? Dit is gewoon gelukt. Oh. Jullie hadden bij tranen in jullie ogen. Ja? Ja. Oh. Nee, vond je niet lekker? Nou ja, het was heel zout. Maar het pootje was een beetje. Ja, hij bleef hangen, hè? Ik bleef kou op de ene pootje. Ja, dat is echt. Nee, niet nooit meer, maar wel één keer proberen. Zo leuk, gasten. Zo leuk om hier te lopen. Door deze markt heen, helemaal hier. Fucking vet. Ja, I'm watching. Because maybe I want this one. Ik zit dus even te kijken naar allemaal shirts en allemaal dingetjes. En super vet allemaal natuurlijk, al deze dingen. Maar misschien wil ik deze gaan kopen. Hij is natuurlijk uber nep, hij is helemaal niet echt. Ik kom niet eens in de buurt dat hij echt is. Maar ja, het is wel lachen om gewoon thuis aan te hebben zo'n shirt. Ik hoef niet te pronken met Supreme, maar het is wel lachen. Het is me gelukt jongens. Ik heb ook weer een nieuw shirt die ik aan kan doen morgen. Want al mijn shirts waren vies in het vliegtuig. Dus niet iedereen hiernaast zit. Die weet gewoon nu dat ik niet stink. Dat is heel fijn. En ik heb ook een cadeautje gekocht voor Tom. Maar dan weet je natuurlijk nog niet wat hij krijgt. Maar dat is wel heel erg leuk. Het is hier hard die muziek. Dat is niet normaal. Het is wel serieus. Wat een ervaring is dit. Het is niet echt niet te bevatten. We lopen hier dus van de main street van Thailand heen. En het is echt... echt... Zo bizar. als je hebt gezopen of hebt gedronken, dan duurt dat altijd naar de hand een vette hap. En heel simpel, wat doen we dan? Dan gaan we naar de Mac, weer naar de Mac. En ik zit dus even te twijfelen, ik heb nog 150 geld. Dus eens even kijken wat ik ga bestellen. Jongens, we gaan eens even kijken wat het gaat doen. De frietjes zien er tot dit punt al beter uit dan in Nederland in ieder geval. De frietjes zijn wel beter doorbakken. Zo, we gaan eens even proberen. Frietjes. Frietjes? Het was toch alleen de box? Echt? Wat zeg je? Het was alleen de box. Echt? Het was toch alleen de box? Oh, dat is zo lekker dit. Serieus? 200 krijg je zo geld. Ik ga wel even kijken wat ik uitgeef. Echt lekker. Het verschil trouwens ook met Nederland is dus dat je dus nu een... Ik lijk trouwens wel een of andere McDonald's reviewer. Maar het is dus zo dat je hier dus geen bekertje of ding eroverheen krijgt. Het is gewoon een beker. Hij is ook nog eens van plastic. Het scheelt ook nog veel. Want in Nederland, als je die koopt en je neemt hem mee, dan is heel die zak in één keer kapot. Want dat ding brandt er zo wat doorheen. A few moments later. Het is wel echt een uitkomst dat ik 3G of 4G heb genomen hier in Thailand. Want jongens, anders hadden we de weg echt nooit teruggevonden. Maar ja, we zijn nu onderweg terug naar het hotel. We zijn aangekomen! Hey, het heeft toch gelukt jongens, ons hotel te vinden met de voeten. Helaas was ik net klaar met editen. Eindelijk is dat positief. Crashte mijn computer. Of ja, crashte. Maar hij deed gewoon even niks meer, hij liep vast. Het gebeurt regelmatig in de zin van als ik echt zware bestanden moet editen. En de GoPro bestanden zijn daarentegen echt wel een stukje zwaarder dan de Sony bestanden. Dus deze camera. Maar ik wil je bij deze wel bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video om 15:30. We gaan morgen vroeg, heel vroeg ons nest uit. Want we gaan morgen vliegen richting Amsterdam. Het zit erop. De vakantie naar Thailand zit erop. Het was een hele toffe reis. Ik wil D-Reizen ontzettend bedanken voor deze kans. En voor deze reis. Er gaan nog veel meer reizen aankomen voor D-Reizen. Dus jongens, bear with me. En ben erbij. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Like deze video. Deel hem met je vrienden. Reageer alsjeblieft als je het leuk vond. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.